De Raad van Ministers blijft zich buigen over de COVID-19-situatie. In de RVM hebben de bewindvoerders gesproken over de verschillende acties die de afgelopen periode door de overheid zijn ondernomen in de strijd tegen COVID-19. Ook is aan de orde gekomen de gesprekken die met verschillende stakeholders zijn gevoerd in het kader van normalisering. Voor het laatste zijn een 16-tal COVID-19-protocollen ontwikkeld voor de verschillende sectoren voor wanneer die weer operatief zijn. U hoort meer hierover van minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. Nou, laat het duidelijk zijn dat wij gisteren, zondag, hebben vergaderd en overleg gevoerd met een aantal sectoren, vertegenwoordiging van sectoren, bijvoorbeeld de VSB, ASFA, de bus- en boothouders, de casinohouders, dus de gamingboard, maar ook de recreatieorde, horecasector. In elk geval een hele brede sector. En we hebben geluisterd naar de sectoren wat betreft de input aangaande de COVID-maatregelen en hoe we verder als gemeenschap, als Suriname, verder moeten met COVID. We hebben ook in het beleidsteam vergaderd gisteren en ook hebben we DNA-commissie COVID gehad als partner, als stakeholder. En we hebben op basis van die evaluatieronde die we gisteren gehad hebben, enkele belangrijke conclusies mogen trekken. Die hebben we vanmorgen doorgebriefd naar de president, president Chan Sang-tuki. En we hebben dan besloten om na zijn overleg ons weer terug te trekken met enkele ministers. Het is niet de hele raad van ministers, maar enkele ter zake deskundige vakministers dan. En we hebben enkele belangrijke conclusies kunnen trekken. Eén belangrijke conclusie is dat alle sectoren hebben aangegeven dat zij bereid zijn de verantwoordelijkheid te nemen om middels de door ons vastgestelde protocollen voor een veilig normaal, voor het veilig werken binnen de diverse sectoren, en dat zijn er een aantal. We hebben intussen meer dan 15 tot 16 protocollen geproduceerd voor diverse sectoren. En reeds zijn we in overleg ook vanuit het ministerie met de diverse sectoren om na te gaan in de praktijk hoe bereid de diverse sectoren zijn om volgens het nieuwe normaal dan volgens de protocollen te werken. En één ding mag ik u wel zeggen, dat de sectoren dus hun argument hebben aangehaald, ook aangegeven hoeveel verliezen zij leiden, welke impact de maatregelen hebben die wij hebben genomen op hun ondernemingen en in hun sectoren. Vaak gaat het om het financiële, maar niet iets daarover, ook nog de ontwrichting die je in de maatschappij ziet. U weet dat er maatregelen zijn afgekondigd door de regering. En de vraag is dus toen gesteld hoe wij verder gaan met het COVID-traject. Gaan wij beginnen te versoepelen? U moet weten dat wij als regering ook een presentatie hebben gegeven over de cijfers, de COVID-cijfers, qua positieve en aantal infecties, ook ziekenhuisbezettingen. En we zien inderdaad een licht dalende trend, wat natuurlijk een goede ontwikkeling is in het beheersbaar houden. We zien ook een lichte daling in onze bezetting van de ziekenhuizen. We zien een beetje ruimere IC-capaciteit. We zien dus een aantal ontwikkelingen die wel gunstig zijn. We gaan naar een stukje normalisatie. Maar als je gaat normaliseren, dan moet je het natuurlijk wel verantwoord doen op basis van de feiten, op basis van jouw statistieken, maar ook op basis van een verantwoorde manier van werken, waardoor we die stabiliteit die we al met z'n allen beogen, dus die curve dat het gaat afvlakken, dat we dat ook snel, dat we dat ook zo kunnen houden. En natuurlijk dat we moeten voorkomen met z'n allen, dat wil je gaan naar een stukje normalisatie, dat je moet vermijden dat je weer een stijging krijgt in infecties. En dat is dus het grootste zorgpunt, hoe je dat correct doet. Maar goed, we hebben de sectoren betrokken, we hebben diverse argumenten aangehoord. Ook de DNA-leden hebben hun zegje gedaan. En we hebben vandaag dus met de ministers ook besproken. De president heeft ook zijn mening gegeven. En we zijn er allemaal mee eens dat we naar een stukje normalisatie kunnen. Echter moet dat verantwoord geschieden. Dus daarom is besloten dat deze week nog de maatregelen gelden. We willen nog steeds de ruimte geven aan
onze medici en ons personeel, ziekenhuizen, om inderdaad die druk die er is te kunnen opvangen. Maar ook zien we dat, hopen we dat in deze week de trend van daling een beetje verder gaat. Het is belangrijk te weten dat wij dus hebben besloten, enkele belangrijke zaken, dat we deze week gaan gebruiken in overleg met de sectoren om na te gaan welke sectoren en bedrijven ready zijn voor het implementeren van de protocollen. Er zijn checklists, er zijn enkele voorwaarden waaraan je dient te houden, er zijn enkele investeringen die je moet plegen en daarvoor ga je niet ad hoc beslissen, want als je begint eenmaal moet het wel veilig zijn. En dat heb ik al net aangehaald, de sectoren zijn bereid. Dus we gaan deze week, en we zijn al bezig geweest de vorige week, we gaan deze week nog een beetje verder met het verder inspecteren, het verder bekijken met de sectoren, welke bedrijven allemaal open kunnen, welke bedrijven zich willen committeren aan een protocol. En we willen deze week dus gebruiken om dat af te ronden. En we willen dan in het weekend verder besluiten, indien de sectoren ready zijn en wij als overheid ready zijn met onze controle op de naleving van de protocollen, want u begrijpt, als een protocol wordt ingevoerd, dan moet het ook worden nageleefd. En de naleving heeft als doel dat de cijfers en de besmetting van gevallen tot het minimale beperkt wordt. En daarop moet je ook controle uitoefenen. Natuurlijk kunnen wij die controle niet laten doen door de sectoren en moeten wij als overheid die controle doen. En daarvoor zijn er heeft de overheid diverse inspecterende organen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Milieuinspectie, aan de ECD, Economische Controledienst, Arbeidsinspectie, de politie, de militairen en dergelijke andere instellingen, die NVB bijvoorbeeld voor de bussen. Dus zo zijn er genoeg mogelijkheden die de overheid heeft om tot inspectie over te gaan. Wel is duidelijk kenbaar gemaakt aan de sectoren dat als we overgaan tot normalisatie, er diverse zaken weer kunnen zijn waardoor we weer over moeten gaan tot verscherping. Bijvoorbeeld als we merken in onze infectiecijfers dat het weer een stijgende trend zal worden, dan zullen we weer genoodzaakt moeten zijn aan te scherpen. Als we merken dat bedrijven en sectoren zich niet houden aan de protocollen, gaan ze ook bereid moeten zijn de sancties die we gaan treffen te moeten ondergaan. En in het ergste geval kan het zo zijn dat uw vergunning wordt ingetrokken. Maar ook kan het tot een waarschuwing blijven. Het hangt helemaal van af welke hoeveel u afweekt van het protocol. Dus nogmaals, we hebben besloten als regering om inderdaad over te gaan tot een stukje versoepeling. Niet nu, hopelijk de volgende week. We willen deze week de ruimte geven en hebben om zaken in place te brengen. De president gaan we dan in het weekend weer evalueren en rapporteren hoe ver we zijn, hoe ver de sectoren zijn en dat we met z'n allen met een breed draagvlak en de gemeenschap ook te betrekken in die voorlichting van we gaan weer open mensen, maar let erop, er zijn regels zoals als je naar een restaurant wil gaan of wil naar een terras gaan of wil je naar de markt gaan of naar een casino, dat er regels zijn en hou je eraan, anders spreek je jezelf in problemen en breng je ook het land in gevaar. Intussen evalueren we ook de cijfers van COVID. We zijn dagelijks aan het evalueren en dat zal ook mede bepalend zijn voor de uiteindelijke besluitvorming. Minister, als we kijken naar de cijfers, het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen dagen, merken we dat die aan het dalen zijn. Wat mogen we het komend weekend verwachten? Gaat die totale lockdown nog door in de huidige vorm? Zoals ik al eerder heb aangegeven, De cijfers tonen inderdaad een dalende trend. Ik kijk niet naar het aantal, want het aantal kan je een vertekend beeld geven. We hebben dagelijks een aantal testen wat we doen en dat varieert. Soms hebben we maar 100 testen. Bijvoorbeeld in het weekend, dan is er minder toeloop. Maar door de week dan komen we gewoon soms op een 300 tot 400 testen zelfs. Waarnaar u moet kijken is het aantal procenten dat positief getest is. Wij komen van enkele weken terug bijna 35-40% positieve per testdag. En nu zitten we gelukkig op een ergens in de range van tussen de 15-20%. Hopelijk daalt het deze week nog verder. En de vraag van u was met betrekking tot het weekend. En ik heb al aangegeven dat we dit weekend dus nog steeds de totale lockdown zullen handhaven. Dat moet duidelijk zijn. Ik doe nogmaals een oproep. We hebben gezien het afgelopen weekend dat de recreatieorde mensen trekken naar het binnenland van Suriname. We hebben de beelden gezien bij Atjoni aan Meerplaats. We hebben de beelden gezien bij diverse oorden. Er zijn ook mensen die gewoon langs de weg gaan zwemmen als ze een open kreek zien. Los van het feit dat het gevaarlijk is, want u weet niet hoe diep het is daar.
wil ik u erop attenderen dat de controle dit weekend veel zwaarder zal zijn. U zult worden onderworpen aan een controle als u gaat richting het binnenland om te gaan lockdownen, dan om het zo te zeggen. De regering, wat ik u wil aangeven, de regering wil gaan naar een stukje normalisatie. Het heeft geen zin om regels te overtreden als die niet moeten. U weet dat we komende week naar een stukje normalisatie willen gaan, maar dat moet met gezamenlijke inspanning gebeuren. De overheid wil niemand pesten, de overheid wil niemand straffen. Zolang we ons elkaar aan de regels houden, zowel de overheid als de gemeenschap, als de sectoren, dat we moeten komen tot een positieve ontwikkeling voor Suriname met betrekking tot COVID-19. Ik zeg het nogmaals, we kunnen het omdat we die daling zien. De samenleving kan, en ik roep ze op, om op dezelfde weg door te gaan. De mensen die behoefte hebben aan ontspanning, het kan ook in de thuiszetting. Het kan ook in familiezetting, binnen je huis of op het erf. Zoek en doe wat op een manier waarop je kan ontspannen. Niet alleen het buiten, het binnenland moet ontspanning kunnen bieden. Omdat we ook zien, een hele zorgwekkende ontwikkeling ook, is dat we in het binnenland hier en daar wat positieve gevallen hebben gehad. U hebt het gezien in bepaalde dorpen. En als u vanuit Paramaribo, waar het aantal positieve nu erg goed aan het dalen is, naar het binnenland vertrekt. Ik zeg niet dat daar een hotspot is, maar zijn wel cases gemeld. En u weet niet met wie u in contact komt. En u besmet wordt, dan u brengt het terug naar Paramaribo. Of omgekeerd, gaat u naar een gebied waar u misschien besmet bent in Paramaribo. En het terugbrengt en het brengt u naar het binnenland. Dan brengt u een heel dorp daar in gevaar. Dus, of omgekeerd, brengt u Paramaribo in gevaar. Nogmaals, de bedoeling van die lockdown is dat de beweging in de samenleving wordt stilgelegd tot het minimale. Waardoor de transmissie, de besmetting niet goed genoeg of niet kan plaatsvinden. En dat geeft ons indicaties en daarom heb ik keer op keer gezegd, die maatregelen van de overheid hebben gewerkt. Want je ziet met in hand de handhaving, de politie, militairen, etc. dat ook mensen zich veel rustiger zijn gaan gedragen. Dus ik doe nogmaals een beroep op de mensen. Dit weekend geldt er weer een lockdown, komend weekend dus, het weekend van 12-13. Ingaande op 11 om 8 uur en eindigt op 14 om 5 uur. De president wordt in het weekend gebriefd en zal als zodanig ook de instructies geven aan de samenleving hoe verder vanaf de volgende week.